Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel en het is 16 juli 2014. Het Internationaal Gerechtshof helpt het Internationaal Strafhof, de Koninklijke Familie en het Nederlandse Parlement bij het folteren en doden van burgers op verzoek. Het Internationaal Gerechtshof heeft de afgelopen maanden verzuimd om de moordenaarspraktijken van het Internationaal Strafhof in samenhang met onze Nederlandse Koninklijke Familie te stoppen. Ik heb de afgelopen maanden de ICJ-president Pieter Tomka betrokken in de rechtszaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof. Hij weet dat die brieven op mijn website staan. Hij weet ook dat ik bewijs dat de Koninklijke Familie wil dat het parlement en de kiesraad burgers folteren en vermoorden. Maar hij doet er niets aan. En dat betekent dat nu het Internationaal Gerechtshof een slechter functionerende rechtbank wordt, die corrupter wordt en die daardoor ook internationaal meer oorlog aanmaakt. Kijk, tot voor een paar maanden had het Internationaal Gerechtshof nog wel het imago dat zij redelijk betrouwbaar werken. In ieder geval zijn de procedures transparanter, er kunnen meer landen rechtszaken starten en worden eerlijkere gerechtelijke uitspraken geschreven. Nou, klaarblijkelijk is dat allemaal verleden tijd. Want als het Internationaal Gerechtshof willens en wetens via het internet aan de burgers laat weten dat zij het toch eigenlijk wel leuk vinden om het Internationaal Strafhof, de Koninklijke Familie en het parlement te helpen bij het folteren en doden van Hollanders, dan is daardoor direct het vertrouwen weg. Ik zal die brief linken. De brieven linken waarin ik het ICJ heb aangesproken. Dag.